Welkom Wiert. Weer een nieuwe week, nieuwe <laughs> ronde, nieuwe kansen. Michiel, je overvalt mij een beetje. Ja. Overval jij door mee? Ja. het verbaast me dat jij hier zit natuurlijk, want ja. uh, vandaag zijn alle ministers bekend geworden uit Precies. het kabinet uh, Schoof 1. Ja. Uh, ik zag al mijn een, vrienden. Al jouw vrienden. Ik zag een hoop namen voorbij komen. Ja. Jouw eigen naam niet? Nee, gek. Toch, toch geen minister. Waar had je mij willen hebben dan? Nou, ik weet niet per se of ik jou op één minister had, uh, had gezien. Ik zie wel, er zijn nog een aantal uh, posities als uh, staatssecretaris. Uh, oh, vakant. vertel eens. Uh, je hebt nog justitie en veiligheid? Nee, nee dat is niks kiezen? van mij. Nee. Uh, OV en milieu? Nee, ook niet. Kom jij wel eens in het OV? Nee. Nou, precies. <laughs> precies. Uh, participatie en in integratie? Oh, heel goed. Daar heb je wel een mening over? Yes, absoluut, Ja, absoluut. Ja. Uh, langdurige zorg? Nee. Niet. Jeugd en sport? Nee, ook niet. Nee? Geen nee. sportambities? Uh, ja, nou, nee, niet meer. Ga je het EK op de voet volgen? Zeker, zeker. Ja. Ah. Ik volg het nu al op de voet. Ja, jij zit al helemaal in die oranje koorts. Jij wel. Uh, ja, dat zat ik al een beetje voordat Nederland goed begon te spelen. En um, kijk, ik mag het eigenlijk niet zeggen, want... Um, maar ik volg dus die analyses van Pieter Zwart altijd bij Football International. En na drie alinea's ben ik helemaal de weg kwijt. Dan is het een soort hogere wiskunde zoals hij over tactiek spreekt en, en schrijft en zo. Maar ik vind het dus uh, fantastisch. En dan kom je al helemaal in die stemming. Hoe gaat Nederland spelen en zo. Goed. En dan vervolgens lees ik natuurlijk de stukken van onze collega's uh, uh, Mike en uh, Pim en uh, Valentijn en zo. Uh, vanuit Duitsland. En dan. Uh, ja, dan, uh, dan uh, gaat het wel. Uh, en, en dan heb ik nog met mijn zoontje, hè, ik heb nog een column over geschreven. Hoe breng ik nou dat gevoel voor die toernooien over op mijn zoontje? Nou, dat is vorige keer is het wel gelukt, want toen moest hij heel erg huilen nadat Nederland verloor van Argentinië bij het WK. Dus met hem ga ik zondag dan, uh, en nog wat anderen, uh, die eerste wedstrijd maar eens kijken. Ja, Polen-Nederland. Ja. ja, Benieuwd. Wat, uh, ja, roep maar wat, uh, wat gaat worden. Ja, uh, 3-1 of zo. 3-1 voor Nederland. Ja. Twee vingers in de neus. Ja, dat lijkt me wel, ja. Nou, gaan we daar volgende week op terugblikken. Kijken of die voorspelling is uitgekomen. <laughs> Even op tafel klikken. Even afkloppen. Ja. Uh, gaan door naar de inhoud. Ja. Uh, wil je het als eerst hebben over de Europese verkiezingen of die nieuwe ministersploeg? Nou, kijk, die Europese verkiezingen, dat lijkt me wel interessant. Omdat uh, daar natuurlijk, um, er wordt net gedaan alsof... Uh Nationalistisch rechts, laten we maar zo noemen. Dat hoef je niet radicaal of extremistisch rechts of extreemrechts te zeggen. Maar nationaal rechts. Dus he, de rechtse partijen die pleiten voor meer uh, soevereiniteit, uh, voor de nazistaat, uh, beschermen van eigen cultuurbevolking en zo. Die hebben wel degelijk een hele belangrijke uh, overwinning behaald. En met name natuurlijk in uh, Frankrijk. Uh, Le Pen. En uh, de AFD heeft het in Duitsland ook heel goed gedaan. Wat ik een, overigens een heel problematische partij vind. Maar goed, dat zeg je er altijd maar even bij. Veel problematischer dan uh, Le Pen. En uh, hier wordt net gedaan, vooral door links natuurlijk. alsof die Sociaaldemocraten het zo enorm goed zouden hebben gedaan. samen met de Groenen. De Groenen heet dat uh, GroenLinks bij ons. Ja. En het is ook wel zo, omdat ze één zetel hebben verloren... ze zijn de grootste partijen. Maar ja, dat is natuurlijk een hele geconstrueerde uh, analyse, omdat het zijn twee partijen. Uh, ze hebben een zetel verloren samen. Ze zitten niet in het Europees parlement in dezelfde groep. Ja. Wilders heeft uiteindelijk die vijf zetels erbij gewonnen. Dus uiteindelijk is Wilders natuurlijk de grote zegen. Ondanks dat een heel erg groot deel van zijn electoraat helemaal niet kwam opdagen. Dus stel je voor wat er was gebeurd als het wel was komen opdagen. Dat hij gewoon nog meer zetels had en dan was hij de grote winnaar geweest. Maar ja, dat is wel het uh, lastige met deze uitslag natuurlijk. Op nationaal niveau kan je de uitslag heel anders uitleggen dan op Europees niveau. Ja, en, ja precies. En kijk, maar je ziet dezelfde uh, uh, zeg maar, de, uh, parallelle samenlevingachtige analyses ook op Europees niveau. Want dan wordt gezegd, uh, bijvoorbeeld bij de NOS en zo... Van, oh, dat valt dan heel erg mee met die uh, nationaal-rechtse partijen en zo. Uh, uh, want uh, die groep waarin ze dan zouden zitten... die is helemaal niet zo vergroten geworden. Maar het probleem is... Uh, AfD, Fidesz en zo, dat soort partijen, die zitten in die groep die zich nog helemaal niet heeft aangesloten bij een, een van die parlementaire groepen. En die, die staan op dit moment, die stonden althans toen ik de laatste keer keek, op meer dan 100 zetels. Ja. En dan heb je dus nogal uh, een hele andere situatie die gaat komen. Hè? En uh, bovendien is duidelijk dat in de meeste Europese landen, althans de landen van de Europese Unie, uh, hoe dan ook. Uh, Zelfs in een deel van België, Wallonië, waar het helemaal niet was verwacht, omdat het altijd extreem links stemt. Zelfs daar heeft rechts uh, gewonnen. Um, dus duidelijk is in ieder geval wat de, wat de kiezers in uh, het meeste aantal landen in de Europese Unie wat die willen. Die willen dus een. En, het, en uiteindelijk draait natuurlijk alles om immigratie. Ook dat wordt natuurlijk ah. vaak hè, oh, um, verdoezeld. Maar al die stemmen, dames en heren. Gaan in die partijen omdat zo krankzinnig veel mensen in Europa uh, in die massa-immigratie een enorm gevaar zien? Voor niet alleen hun persoonlijke veiligheid, maar ook voor de nationale veiligheid. Maar dat en, is ook iets wat de komende jaren aangepakt moet gaan worden door Europa. Ja, ik geloof dat uh, in Nederland uh, Gidi Marcus over dat moet gaan doen uh, hè, van de PVV. Ja, die, uh, die mag in Nederland uh, ja. de kar gaan trekken. Nou, we hadden net voor de uitzending nog even over welke fragmentjes hebben we nog meer. Toen dachten we, nou even kijken, maar uh, we, dit is natuurlijk een heel goed fragmentje. Even Gidi laten horen over wat hij zegt over die uh, landen in uh, de Arabische wereld. Het is... Walgelijk, voorzitter. Walgelijk dat Nederlanders in eigen land door de eigen overheid worden vertrapt. Maar gelukzoekers uit Afrika en achterlijke Midden-Oosterse zandbaklanden door diezelfde overheid worden vertroeteld. Ja, en dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet, eh, kijk, ondanks alle. Hè, ik ken hem en een prima gozer en zo. Maar dit soort dingen moet je gewoon niet zeggen in het parlement. Hè. Achterlijke landen en zo, achterlijke zandbakken, dat soort dingen. Ik begrijp ook nooit, en dat vind ik zo merkwaardig, oprechts vooral. Uh, je hebt zoveel munitie. Je kunt wijzen naar, dat gaan we zo meteen nog even doen. naar alle zeg maar extra parlementaire ondermijnende activiteiten van extreem links. Het steunen van Antifa, het steunen van uh, Hamas. Uh, die mevrouw, waar we het zo meteen over gaan hebben. die dan in het Europ Europees parlement wordt gekozen. Ondanks dat ze in gevangen zat, gegap, gevangenschap zat in Hongarije. omdat ze ervan verdacht werd. iemand uh, met hamer op zijn hoofd te hebben geslagen. Al, dus je hebt het voor het inschieten. Ja. Je krijgt altijd. Voorzitter, oh, ja, het aantal voorzitters is niet te tellen. Ja. Dus je hoeft dit totaal helemaal niet uit te slaan. Maar waarom schieten ze zichzelf elke keer in, in de voet dan? Ja, daar zit waarom? Dus, ja, ik, ik, Weet je echt. Wilders doet dat natuurlijk altijd. Uh, Baudet doet inmiddels niks anders. Die zit allemaal echt notoren antisemieten. Zit hij gewoon te retweet op X en zo. Ik denk: what de fuck, weet je, hoe, hoe kun je dit doen? Maar zelfs mijn uh, hooggeëerde uh, goede kennis um, Harm Beertema, die ik toch een alleszins redelijke figuur vind, die zag ik in het verleden ook af en toe dingen doen. Ik denk: Harm. Waarom doe je dat? Ja. En, en is het nou in, in het vuur van het betoog of zo? Wat, wat, nou ja, Bosma ja. in het verleden natuurlijk net zo. Martin ja. Bosma die zat er altijd op te insisteren: van ja, maar die nationaal socialist in Duitsland dat is eigenlijk links. Hitler was eigenlijk <laughs> links. Ik denk dat heb je helemaal niet nodig. Weet je, wat maakt het uit links-rechts? Hitler was Hitler en uh, heeft zes miljoen Joden op zijn geweten. En dat was het allerafgrijzelijkste aller regime. Samen met het links-communistische-stalinistische uh, regime van, van Stalin en Pol Pot en dat soort types. Wat, dat er ooit is geweest. Maakt niet uit of dat rechts of links is. In, in, in je argumentatie heb je dat soort, dat, soort, dat soort termen en dat soort constructies totaal niet nodig. Nee, jij zegt eigenlijk uh, met, met de inhoud, hè, met hun punten, hebben ze eigenlijk al meer dan genoeg ja. om overtuigend te kunnen zijn. Nou, bovendien, precies. En bovendien uh, kunnen ze als ze. Uh, als ze meer zouden denken aan het fatsoen. en hoe je dit nu op een fatsoenlijke manier onder woorden brengt. dan breek je in bij een nog veel groter deel van het electoraat. Omdat al die mensen die nu weigeren, zeg maar. weigeren dun altijd om voor de PVV te gaan. of die, uh, die iets als ongehoord Nederland bijvoorbeeld problematisch vinden en zo. Die, die, die vinden dat niet omdat zij het fundamenteel oneens zouden zijn. met hun politieke posities en zo. maar die zijn het oneens met de toon. Hè? En met. Uh, Zoals met, met, met de mensen die dan ook deel uitmaken van zo'n partij... of van zo'n omroep en zo. En uh, ik bedoel, dat is één-twee. Dat is gewoon één op één. Dan kun je, kun je dat zien. Weet ja, je maar nou. in de politiek draait toch heel vaak ook dingen ook gewoon om de toon. Dat is toch de manier waarop je mensen <tus> overtuigt... waarop je mensen meekrijgt in je verhaal. Ja, maar dan, ja, dat klopt, ja. Maar dan zou je toch... Uh, uh, dan hoef je nog niet... Kijk, wilde is retorisch ijzersterk. sterk. Dus hij kan sowieso overtuigen met zijn verhaal. Dat is, is nu ook gebleken. Ook omdat hij zijn toon enigszins gematigd heeft. Ja, ook omdat hij het scherpst is in het parlement. En uh, zie je op, op TikTok zie je heel veel grappige uh, fragmenten voorbij komen. Ja. Waarin hij heel, heel snappy reageert op de... Hij is ontzettend Zit... ad, ad rem. Hè? Heel erg. Ja, ja, was ik maar zo ad rem. Maar dat is hij inderdaad. En, uh, uh, en, maar goed, ik bedoel mensen als Caroline van der Plas en zo. Uh, die zijn natuurlijk ook... Um, Caroline is misschien niet uh, retorisch niet zo sterk. Maar ze is wel heel erg zichzelf. En in Nederland kun je daarmee gewoon mensen naar je toe trekken. En je hoeft het niet te hebben over achterlijke zandbakken en zo. Nee, omdat het dan dan misschien ook... is het ook wel zichzelf als hij dat roept. Ja, maar dan, dan is het bedenkelijk, dat is... Omdat, dat, uh, omdat dat in mijn ogen moreel niet oké okay is. Ja. Je kunt, ondanks dat, dat ik ook vind dat veel van die Arabische landen uh, er behoorlijk slecht aan toe zijn. en dat het nou niet bepaald een cultuur is uh, die ik tot de mijne zou uh, willen rekenen ooit. En dat, ik heb ook grote problemen met de, met de islam. Maar daarom <kwijnt> hoef je nog niet te zeggen. Daarom hoef je nog niet, uh, pejoratief heet dat in het Frans hè, Daarover neerbuigend daarover um, te praten. Ja. Um, omdat je ook kwetsbaar maakt. Ten eerste vind ik dat moreel niet oké, okay, maar je maakt je gewoon ook kwetsbaar. Dat zie je nu, omdat overal, nu Marcus over, dus eventueel vicepremier wordt en minister, zie je dus overal dit fragment langskomen. Ja, maar ze gaan natuurlijk bij iedereen gaan ze in het verleden kijken wat heeft hij ja. dus geroepen. En zitten daar <tus> onweelvallige dingen tussen, dingen die echt niet kunnen, dan komt dat naar de openbaarheid en dan word je daarop afgerekend. Ja, en dat is dus het probleem. Je hebt dus te maken met je tegenstanders op links, waarvan vooral het radicaal-activistische linkse deel. Uh, heel erg de kwade trouw is. En die hebben een hele, uh, hele catalogie van uitspraken van jou en tweets van jou en weet ik veel wat screenshots van jou die ze tegen jou gaan gebruiken. Hè. Bijvoorbeeld ik, ik, Heb ik, jij daar wel eens last van? Ja man, ik <laughs> haal er wel vaker aan. Die, 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 uh, die Turkse -Nederlands, <coughs> Turks Nederlandse columnisten van trouw. Hoe? Hoe? Die, ja, uh, da daar ligt hij vaak mee in de clinch. Ja, die, maar die ligt vaak mee in de clinch. Maar die heeft dan dan, dan. dan ontstaat er iets en zo. En dan onmiddellijk heeft ze een screenshot paraat van een tweet van mij. van drie jaar geleden of zo. Dat ik echt denk: hoe, hoe kom je daar zo snel aan? Weet je wel? Dus die heeft ze gewoon paraat. In een, in, heeft ze gewoon een bestandje of zo. Ja. Hè? Zo van. Vreselijke tweets weer drukken en dan woep. En dan verzoeken. Wat, wat, past dan <laughs> uh, in het wat was het ook weer? Oh ja, ja die. Ja. En, uh, en schrik, dat is. Zeker wel, de... wel soms van je eigen tweets. Ja, heb ik dat gezegd drie jaar geleden? Nee, maar ik schrik er wel van dat iemand dus zo obsessief met me bezig is. dat hij die, die tweets paraat heeft. Hè? Ja. Want dat heb ik namelijk niet. En dan moet ik echt gaan zoeken en zo. Daar heb ik geen tijd voor. Nee. En, uh, maar je weet dus. Uh, dat heb ik ook dus gaande schande. Uh, uh, is me dat uh, geleerd. <tus> dat er mensen zijn die als een soort. Uh, een soort detectives. Gewoon jouw tijdlijn afstruinen. Af, af, op zoek naar, hè, wat zij zien als compromat, noemen de Russen dat, compromitterend materiaal. Ja. En uh, dat, dat gaan ze voor de voeten werpen, zodra ze denken van nu heb ik hem. En dat is met deze nieuwe mensen, hè, die uh, beoogd zijn voor het nieuwe kabinet. Ja, dan gaat dat natuurlijk ook gebeuren. Ja. Nou, misschien kan Emine wel gewoon jouw biografie gaan schrijven dan, als het toch zo goed op de hoogte is van jouw uh, witte <laughs> geschiedenis. Nog wel even terug. Over... Zeg maar, wat vind je nou van Femke Wiersma op uh, landbouw? Hè? Want, uh, nou, dat is toch, dat wordt toch wel de allerknapste minister van uh, die we ooit gehad hebben. Oh, gaan we het nu op, op uiterlijk beoordelen, nou, of ze gaat uh, slaan? Of niet. Dat is wel een gevaarlijke kant waar je dan nu op. De kant die dan nu op. Maar dat is een hele opmerkelijke natuurlijk verschijning, omdat Femke Marij Mariewiesma, die was dus um, uh, bij de BBB actief uh, in, het, uh, in de Kamer, en daarna is ze gekozen in de Staten, is ze gedeputeerde geworden, notabene. en uh, nu wordt ze dus ge ge genoemd als minister van landbouw. En kijk, dat vind ik wel interessant. Een aantal van die mensen heb ik de afgelopen jaren uh, gevolgd. Femke ken ik ook goed. En, um, en Ruben Brekelmans bijvoorbeeld, met Ruben Brekelmans die dan op, naar Defensie gaat. <coughs> nou ja, daar zit je vaak mee in, in talkshows en zo. En zeker toen het over Rusland ging en zo. En dan zie je dus toch bijvoorbeeld bij zo'n Brekelmans, die, die uh, sinds die invasie van, uh, van de Russen in Oekraïne uh, telkens. Um, het woord deed in de talkshow, zeg maar. En daar het NAVO-standpunt verkondigde eigenlijk. We moeten Poetin verslaan, de Oekraïne moet winnen, we moeten wapens leveren en zo. Dus het is heel consistent geweest in het uitdragen van één narratief. En daar ging ik dan de hele tijd gaten in schieten en zo. Maar, en ook terecht, want ik vind dat narratief veel te eenzijdig en veel te beperkt. Maar dan merkte ik ook dat Ruben gewoon als politicus uh, vasthield aan het ene verhaal. En dan inderdaad voor en na de uitzending wel gewoon... In, in gesprekken dan wel de vragen ging stellen: hoe zat het dan in Rusland? En dat en dat en zo. En wat vind jij, daar, wat vind jij daarvan? Dus die nuances zoeken. Maar zodra hij dan aan tafel gaat zitten, is het dus die VVD-politicus en gewoon NAVO vertegenwoordiger Daar ja. komt het op neer. Uh, nou ja, dat is, dat is interessant natuurlijk om te constateren. En uh, als hij dan minister van Defensie wordt, dan heeft hij dus eigenlijk een totaal ander verhaal uh, vertegenwoordigd. Hij daar over Rusland en Oekraïne dan het. Allergrootste deel, denk ik, van de PVV-kiezers en ook wel van de PVV-politici. Ja, neem even mee, want wat, waarin verschilt dat? Nou, uh, die PVV-kiezers, dat is natuurlijk die behoren tot de groep Nederlanders die heel uh, uh, sceptisch zijn over steun aan Oekraïne, die in Poetin heel vaak niet zozeer de agressor zien. Maar die meer zeg maar het, hè, Amerika en, en de, de NAVO zien als, uh, als hitsers. In, uh, in Oost-Europa en binnen die voormalige Sovjet-Unie. En van wie een deel ook wel, uh, net als bij Forum voor Democratie, uh, Poetin zien. Als in ieder geval iemand die uh, zich durft uh, te weer te stellen tegen woke. En tegen al die gekten in ja. het Westen. En tegen al die, hè, uh, die, al, al die Black, Lives, Black Lives Matter en zo. Dat soort dingen speelt ook een belangrijke rol voor hen. En... Um, maar dan de zaak Oekraïne, de positie die de PV inneemt. Um... Nou, je wilde ze hmm. dus natuurlijk van positie veranderd, hè? Die was eerst uh, de, uh, jaren geleden was hij eigenlijk, volgens mij is hij toen is het zelfs nog een keer in de Douma opgetreden en zo. Dus toen was hij helemaal niet zo anti-Putin. Uh, uh, maar goed, hij heeft die positie opgegeven. Want hij zag ook wel natuurlijk dat het N een foute positie was. En B, dat hij daar electoraal toch niet. Uh, de, dan, dan kun je niet inbreken naar de mainstream, zeg maar. Nou, dat hebben we gezien met FVD. Dat ja. hebben we met Forum gezien. Hè, die hebben nul zetels uh, behaald. En uh, Wilders heeft het tegenovergestelde gedaan, hij is meer mainstream geworden. Uh, maar ik denk toch dat hij en een aantal van die PvV moeite gaan hebben met die, pro, die, die uitgesproken pro-NAVO-positie van iemand als uh, Brekelmans. Dus het wordt nog interessant om te kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Hoop jij dan dat hij als minister van Defensie dat hij dan een genuanceerder po genuanceerdere positie inneemt? Ik ja. zou denken juist als minister, dan ben je helemaal pro-NAVO. Ja, dat, 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 dat is Kijk, mijn probleem met Nederland is dat we nu al jarenlang het beste jongetje van de klas spelen. Hè? Omdat dat Rutte die zogenaamd persoonlijke band met Zelensky heeft uh, ontwikkeld en die ook enorm cultiveert, maar dat heeft ze natuurlijk uiteindelijk gedaan om voor, uh, de baas van de NAVO te kunnen worden. Dat is hij nog niet, hè? Dat is hij nog steeds niet, maar ik geloof dat Orbán nu zijn laatste uh, drempels heeft Ja, Hij heeft afgebroken. twee eisen gelegd. Ja. Eén van die eisen uh, is ondertussen ingewilligd door Stoltenberg. Ja, toch dat ze niet mee hoeven te doen als uh, met. Een, een opt-out hebben ze? Op opt-out over oekraïne Rusland. Ja. Ja. Nog één uh, drempel te gaan? Ja, nou ja, en kijk, en, uh, en dat is natuurlijk ten koste gegaan in mijn ogen die, die uh, van de Nederlandse belastingbetaler, de Nederlandse kiezer... Hè, waarom moet een klein land als Nederland in zo'n conflict... waarin we eigenlijk totaal niks te vertellen hebben natuurlijk... Het is een conflict tussen Rusland en Amerika. Daar komt het om neer. En de, en de VS hebben hun hele eigen redenen om daar actief te zijn in Oekraïne... en zich uh, tegen Rusland te keren... Uh, uh, dat zijn geopolitieke machtsargumenten uh, die zij hebben. En dat zijn niet per se ook onze uh, belangen van Europa. En, uh, uh, maar we hebben gezien dat uh, Duitsland en Frankrijk hebben aanvankelijk nog gedacht. luister eens, we hebben ook onze eigen. Uh, Geopolitieke belangen en ook onze eigen relaties met Rusland. En daar willen wij toch uh, een, een enige nuance in aanbrengen. We willen niet alleen maar achter de Verenigde Staten aanrennen. Maar die zijn ook overstag gegaan, natuurlijk, na die invasie. En die zijn ook uh, hè, veel meer, nou ja, geheel aan de Amerikaanse zijde en dus aan de kant van de NAVO ja. gekomen. Maar waarom moet dan Nederland daarin een soort voortrekkersrol spelen? Hè, dat is dat, dat 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 alleen wat Rutte dat wilde, kende ik. En Olongren, die liep daar natuurlijk achteraan, maar die was ook al helemaal ingepand en gepaard door die NAVO. Dat zag je ook. Hè? Dat is ook zo interessant. In ontwikkeling bij zo'n Olong. die komt er als ambtenaar en, en, en wethouder uit Amsterdam. Die komt dan naar uh, Den Haag en die wordt dan minister van iets en uiteindelijk wordt ze een minister van Defensie. En dat, 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 dan, dan, denk ik ook al, dan denk ik al hoe het gaat. Van dan gaat ze dus met die Amerikanen praten en zo. En dan, hè. die gaan helemaal paaien, sommige van die aardige mensen, maar die zijn ook ideologisch ontzettend sterk natuurlijk. En die praten op haar in. En binnen een paar weken is zij gewoon de grootste, uh, de grootste woordvoerder van het NAVO-belang. En wat gebeurt, is, er? zij wordt het de grootste woordvoerder van het NAVO, ja. dat zie je gewoon, omdat ze natuurlijk helemaal geen geschiedenis heeft in, die, in, die, in, 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 dit, type, in dit dossier ja. in de eerste plaats. Wat is er zo'n fout aan het NAVO-belang? Uh, nou, er is niks. Kijk, het, buiten kijf staat dat de NAVO uh, voor ons een krankzinnig belangrijk bondgenootschap is, omdat het ons verdedigt. Uh, maar ook dat de NAVO natuurlijk een uh, Amerikaans instrument is geworden, waar wij van profiteren. He, en ook notabene op een hele oneigenlijke manier hebben geprofiteerd. Want we, we, we droegen nooit voldoende geld af aan de NAVO. Dan moest dat gaat nu veranderen. Hè? Trump moest toen nog zeggen, we nu ga je betalen of ja. ik kap mee. Toen werd iedereen bang. Weet ja. je nog, maar het nieuwe kabinet heeft het betalen. Op naar die 2%, we gaan meedoen. Ja, nu gaan we dus mee. Dat gaat nog meer worden, want ze vinden die dreiging zo groot. Maar uh, uh, op het moment dat binnen dat bondgenootschap... Uh, besluiten worden genomen die natuurlijk vanuit Amerika worden gedicteerd over de, on de omgang met Rusland en zo. Um, bijvoorbeeld dat destijds is gezegd, joh, um, we moeten ook Oekraïne en Georgië dat lidmaatschap van de NAVO aan gaan bieden en zo. Waar Merkel en Macron destijds nog tegen waren, die gingen daarvoor liggen. Hè? Dus dat waren toch nog wel leiders van dat je dacht, nou, of, ik weet niet of de Macron was, Merkel is denk ik. De Franse leider. Ja, de Franse, die, de, die toen president was. Hollande misschien. Uh, nee, ja, nee, die zat op een, op een bron met een helm op ging naar zijn minares waarschijnlijk. <laughs> maar ik bedoel, uh, uh, Europa moet natuurlijk uh, heel, heel lastig laveren, want aan de ene kant zijn we dus helemaal afhankelijk van de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Dat is de NAVO voor ons. Aan de andere kant hebben we ook onze eigen geopolitieke belangen. En, maar die zijn nu totaal ondergesneeuwd geraakt in dit conflict met Rusland. En wat is ons eigen geopolitieke belang? Nou, dat is dat wij niet bijvoorbeeld in een situatie komen waarin wij geen goedkope energie meer krijgen uit Rusland. Ja. Dus dat we niet in een situatie komen ook waarin Nord Stream wordt opgeblazen, waarschijnlijk door onze bondgenoten. Dat we vervolgens in een situatie komen waarin wij afhankelijk worden van goed, uh, duur gas vanuit de Verenigde Staten. Dat wij allemaal vluchtelingen dan uit Oekraïne gaan uh, opvangen. En enorm Oekraïne steunen met wapens. En misschien op den duur ook wel met troepen. Dit zijn allemaal Terwijl... punten die ondertussen al zijn gebeurd, hè? Precies. Ja. Terwijl de Amerikanen zeggen: van wij verkopen lekker gas in Europa. Ja. We hebben geen last meer van concurrentie met energie met Rusland. Er komt niet één bodybag naar, uh, naar ons. Die gaan allemaal naar Oekraïne al die doden. Terwijl die, doden, die, die militairen die putten de, de Russen uit. Die putten Poetin uit. En we, en we hoeven niet één Oekraïnse vluchteling op te vangen. Ja. Nou, tel uit je winst. En het cynische is: dat zeggen ze ook letterlijk, die Mitch McConnell. En zo, en die Lindsey Graham en zo, dat soort politici, echt van die, van die de allerafgrijselijkste cynici binnen dat Amerikaanse establishment, die zeggen dit ook letterlijk. Ja. En dan moeten wij. Amerika dan, profiteert ja. van de oorlog, omdat zij makkelijk dingen kunnen leveren aan Nederland die we niet uit Rusland kunnen halen. Juist, en wat zegt uh, Keisha O'Longren vervolgens, in plaats van te zeggen: 'Van ja, jongens, is toch niet helemaal de bedoeling?', zegt zij letterlijk ook: Ik ga het fragment opzoeken, dan gaan we dan ook even luisteren. Dit is voor ons een goedkope oorlog. Want die wordt uh, door de Oekraïners voor ons uitgevochten. Dat is helemaal dus dat Amerikaanse verhaal wat zij heeft overgenomen. Hoe komt dat omdat zij geen eigen positie heeft? Ja, Laten we even gaan luisteren. Ja. So, it is very much in our interest to support Ukraine, because they are fighting this war, we're not fighting it. Uh, so, I think we have to engage also in the dialogue with our American colleagues and, and friends. Because they have the same interest. In a way, of course, supporting Ukraine is a very cheap way. To make sure that Russia, with this regime is not a threat to the NATO alliance. En it's it's vital to continue that support. Nou, volgens mevrouw Ollongren dus een goedkope oorlog. Ja, Duitsland die vraagt nu aan alle 18jarigen om uh, ja, te dienen in het leger vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ja, omdat ze in 2029 oorlog moeten gaan voeren tegen Rusland, begrijp ik van onze correspondent zaterdag. Ja, dat is wel een goed vooruitziende blink. <laughs> ja. We lachen erom, maar. Nee, serieus. Ja. Dus, de hele uh, generatie van 18-jarigen nu die krijgt een brief. Er zijn er 400.000 begrepen van Rob. Meisjes, zowel als jongens. En de jongens moeten antwoorden, meisjes hoeven niet te antwoorden. Oh, zo inclusief is het niet? Nee, zo inclusief is deze, deze linkse regering niet. <laughs> en die moeten dus, uh, die worden gevraagd of ze niet willen gaan dienen in de boendesweer. Want er is een uh, personeelsgebrek. En de dreiging van Rusland hangt kennelijk boven het hoofd van Duitsland ook. En uh, inderdaad, die historische die of pastorisch, die die, burger, die uh, minister van Defensie, die heeft letterlijk gezegd: schijnt het van dat Rusland in 2029. Uh, in staat zal zijn om een NAVO land uh, aan te vallen en uh, daar moeten we dus ons op voorbereiden. Ja. ja, wat is jouw eerste reactie als je zoiets leest? Is het dan verstandig? Is het wat je denkt, een strategisch goede zet van die Duitsers? Nou kijk, het is altijd goed uh, om je defensie op orde te hebben natuurlijk. Want er kan van alles gebeuren. Dus dat wij defensie zo lang hebben verwaarloosd, ben ik mee eens, dat is natuurlijk ook niet goed geweest. He, en dat, dat verstrekt achterlijke fragment destijds met uh, Alexander Pechtel, die zo moest lachen dat de Nederlandse leger, zijkrachten geen munitie hadden en die toen moest lachen van paf-paf en zo. Het ja. deden de, de, de ten opzichte van de, van de krijgsmacht was natuurlijk in de politiek ook veel te groot. Dus, dus dat kan niet. Elk, elk serieus land heeft gewoon een goede defensie natuurlijk. Heeft zijn defensie op orde. En Vervolgens moet je oppassen dat je niet in de greep van de wapenindustrie komt. Want die, die lachen zich natuurlijk helemaal gewoon. Uh, de, 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 het laatste is nu. Vanwege al die oorlogen die, ja. uh, waar zij van profiteren. En ze kunnen ook nog eens keer nieuwe wapens uittesten en zo. Dus uh, uh, je moet niet in die, in die wapenlobby uh, verzeild raken. En ik denk uh, nog altijd niet dat wij als westerse NAVO-landen echt wat de duchte hebben van Rusland. En dat zal ik ook beargumenteren. Telkens wordt er gezegd van ja, Rusland die gaat ons aan aanvallen. En Russen suggereren dat ook zelf. Omdat ze in al die idiote talkshows die ze daar hebben... altijd wel een of ander debiel aan het woord laten die dan zeggen we moeten nu atoombommen op Rotterdam gaan gooien. Hè? Ja, maar dat is toch die generaal, ja, weet ja, die je wel? Generaal, ja, maar dat zijn toch allemaal mensen die een beetje de backbenchers van de. Ja, precies. Ja. Kijk, dat zijn die mensen worden ingezet ook. Er is daar zo'n show van die Salafjov die die roept zelf de hele tijd dat uh, Italië, Spanje, Italië waar die twee villa's heeft en Spanje en Nederland en zo moet allemaal vernietigd worden, want we hebben veel te grote mond en uh, Rusland moet de wereld redden en dat soort onzin. En als het dan als wij daar niet willen luisteren, dan moeten we maar voelen en dan, hè? Um, dus die, en, en, en die de hele tijd mensen uit in zijn show die dan uh, uh, daar nog eens een keer overheen gaan. Zo van, ja, nee, weet je, dan, weet je, we gooien gewoon het hele Westen, wat denken ze wel niet, we gooien gewoon het hele Westen plat en dan zullen ze wel uh, leren en zo. En dan wordt het heel erg serieus genomen hier in het Westen. Terwijl, um, ik wil de mensen er even aan herinneren dat in de jaren negentig had je Vladimir Zierinowski van een ultra-rechtse partij daar in uh, Rusland. Die tot een grote schrik van het Westen en ook wel een deel van de Russen bij presidentsverkiezingen in de jaren negentig, Het heel goed bleek te doen. Met wat voor retoriek? Precies deze retoriek. We moeten het Westen aanvallen. We moeten ze een, een lesje leren. Het Westen stelt helemaal niks voor. Het zijn allemaal homo's en het zijn allemaal transgenders en zo. En, en ja, toen al. Hm. En um, ze zijn helemaal verzwakt. En er bestaan geen echte mannen meer. Wij zijn echte muzikiën, echte mannen. Dus weet je wat, wij moeten gewoon. Uh, Obama was toen op een gegeven moment uh, kwam iemand aan de macht. Nou, toen moest je die Russen. Russen horen ook, want een heel groot deel van de Russen is hartstikke racistisch. Dus als een land dat een zwarte president kiest en zo, dat is totaal decadent natuurlijk in hun ogen. Dus dat was ook een teken van hoe zwak het Westen was geworden in hun ogen dan. Um, dus dat die, die retoriek bestaat er altijd. En dat is het gekte ook. En dat is het probleem met Rusland. Dat aan de ene kant heb je de super uh, rationeel opererende en denkende. en totaal emotieloze figuren als uh, Poetin. Maar ook bijvoorbeeld die Lavrov van Buitenlandse Zaken en zo, een hele geëtableerde ge ge klik om hen heen van mensen die al jaren meedraaien in die politiek daar en ook in de buitenlandse politiek, die alleen maar denken aan het Russische belang, dus geopolitiek uh, eh, nationale, uh, uh, um, en nationale belangen. En dat ook proberen daar munt, uh, eh, munt uit te slaan, uh, internationaal. En die gaan echt niet in, mee in dit soort... Eschatologisch heet dat dan nee. apocalyptische visioenen die gaan echt en daarom, denk er is ik, geen dus, enkel belang voor het Russische volk om in, in oorlog te komen met een NAVO-land, nee, en ook niet van de Russische leiding als je ervan uitgaat dat die Russische leiding, dus een soort maffia uh, gang is, familie met Poetin aan het hoofd, ja. Uh, voor een groot deel afkomstig uit die oude KGB. Die enorm rijk zijn geworden en succesvol en welvarend. En dankzij het feit dat zij Rusland dus beheersen. Um, en die verder niet zoveel te duchten hebben ook, uh, intern. Um, waarom zouden die het risico lopen alles op het spel te zetten, ook voor hun kinderen en kleinkinderen, om Polen binnen te vallen ofzo? Rusland heeft geen enkel belang bij Polen. Nee, Rusland Polen heeft belang nog... bij Oekraïne. Ja. En die Baltische He? Staten dan? Nou, in mijn ogen ook niet. Daar valt weinig te halen. Behalve nou ja, toegang tot de Oostzee. Dat hebben ze sowieso ook wel. Vind, ja. En uh, daar zitten weliswaar min minderheden. Maar die Russische minderheden in die Baltische landen. vooral in Estland. die zijn ook al voor een heel groot deel. toch, ondanks dat ze nog wel Rusje, hè, gericht zijn op Rusland. toch ook wel voor een deel. Uh, uh, Estse burgers geworden, laat ik het zo zeggen. En ja. Dus die hoef je van niks te redden of zo. Die worden wel eens gediscrimineerd, echt wel. Maar die liggen niet onder vuur of zo. Het is niet zo dat vanuit Tallinn naar Narva raketten worden afgeschoten of zo. Toen, en dat wel, gebeurde natuurlijk wel uh, vanaf 2014 richting uh, de, de Donbass eh, door de Oekraïense uh, strijdkrachten. Um, ja, dus Poetin ja. heeft eigenlijk alleen belang bij Oekraïne, het stukje de Krim, dat willen ze hebben. En jij zegt eigenlijk meer dan dat. We hoeven ze niet te hebben, dus we hoeven die NAVO ook niet... we hoeven ook niet zo uit te pakken om Rusland daarmee te provoceren. Ik denk dat uh, Poetin inderdaad gewoon een, uh, een, een, een marionet aan de macht hoort in Kiev. En ook in, uh, in Georgië, in Tbilisi is ook belangrijk ja. voor hem. En, en die invloed in die, de rest van die voormalige Sovjet-Republieken... Die, die, die heeft hij al, behalve de Baltische landen. En vervolgens zal hij proberen om het Westen te ondermijnen via cybergedoe... en spionage en zo, wat we altijd al doen, doen we omgekeerd ook... Uh, maar niet dat hij opeens een raket op Warschau zou gooien, waar we eigenlijk zo bang mee worden gemaakt de hele tijd. Um Nogmaals, omdat hij is niet een Iraanse moela of zo. Die, die moela's in Iran, die wil het eind van de wereld. Want dan komt weet ik veel wie terug. En dan he, dat eindelijk de grote bevrijding en het islamitische rijk en zo. Ja, en al die shit uit en op zo. destructie. Joden zijn dood, hoera. En, en al die ongelovige westelingen zijn dood. En wij hebben de wereld uh, in het verderf gestort. En daaruit komt dan iets schitterends uh, uh, nieuws. Uh, Islamitisch uh, rijk of zo. Dat is denk als propaganda wat je nu zegt, Piet. Precies. Maar zo, als je, als je, zo, denken die geestelijke, ja. althans, hè, uh. Zo, zo, dat ze zeggen zo te ja. denken. Maar die Russen denken niet zo. Kijk, je hebt wel die Alexander Dukin, die, 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 die ideoloog en zo. Die denkt wel zo. Die denkt de hele tijd van het eind van de wereld komt eraan. En het moet ook en zo. En Rusland gaat, zal dan als een nieuwe beschaving gewoon de wereld gaan leiden en zo. Maar ja, er is natuurlijk niemand in het Kremlin die dat serieus neemt. Uh, je hoort wel bij Poetin dat hij dus delen van dat programma, zeg maar... Uh, uh, overneemt een delen van dat denken ook. Hè, als hij het heeft over Eurasiatische beschaving en zo. Dat, dat, bestaat, dat bestaat. Maar ja, dat... niet in dat soort extremistische zin. Daar nee. heeft hij niks mee te winnen. Nee, maar als die gedachtegang er wel zijn in, uh, in Rusland. Hè, nu is Poetin nog aan de macht. Maar wie weet over tien jaar wie er dan aan de macht is. En stel je voor, er komt dan zo'n. Zo'n ze lood uit die hoek die dan de macht grijpt. Want Wie is, is diegene anders... in Nederland die al sinds 2014 roept: Jongens, jullie kunnen wel regime change na, uh, 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 najagen in Moskou. Maar weet je wel wat daarna komt? Nee, dat weten we niet. En wat daarna komt is misschien nog veel erger dan Poetin. En wat daarna komt is misschien wel echt die satan die wij nu in Poetin zien. En uh, die met ons inderdaad de robotje wil gaan vechten. Ja. Dan zijn we nog veel verder van huis. Maar. Um, Michiel, wordt er naar mij geluisterd? Ja, het is, jij bent al tien jaar lang een roepende noerstein, of niet? dat wilde ik zeggen. Ja, nou, en je als niet... hij dit zegt, ben je vervolgens ook niet meer welkom aan de talkshowtafels. Ah, maar jij wordt nog uitgenodigd, toch? Aan talkshowtafels. Nou, niet de, alle meer. Niet, aan, niet alle meer, ja. Nou, maar Bij wel Vandaag wel. In site mag ik dan dit soort dingen Dat is wel de grootste. Dat is precies de grootste. En als je daarmee... Toch ik nog... klaag ook niet, hè. Nee, ja, ja, jij, jij wil gewoon je wijsheid en je waarheid gewoon delen. Dat, dat snap ik ook. Ik moet eigenlijk op een kansel gaan staan op zondag, weet je niet? En dan zocht die die kerkelijke achtergrond van jou, dat zit toch ja, 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 ja. Diep in dat DNA zit toch wel een, <laughs> een predikant verscholen. Mijn vader deed het op de kansel en ik doe het hier voor de microfoon van Audiohuis. Ja, nou ja, een klein verschil. <laughs> je bent een paar tientallen jaren verder en je pas je gewoon aan aan de nieuwe Precies. moderne technieken. Zo is het. Um, we gaan nog heel even door over uh, ja, twee dingen eigenlijk. Nog even de Europese verkiezingen. Ja. Uh, en ook uh, naar na aanleiding van die oorlog in Oekraïne kwamen natuurlijk een hoop vluchtelingen deze kant op. Veel dingen zijn goed gegaan met de integratie van de Oekraïners. Ja. Maar jij bent naar oost afgereisd afgereisd. Ja. Daar gaan heel veel dingen niet zo goed. Nee, voor mijn rubriek. Waar was Wiert? Nou, dus de, de jingle, eindelijk weer een keer de jingle in het programma, Michiel. Ja, ja. nou voor in Nederland, hè, dat is een rubriek van mij op donderdag in de krant. Uh, was ik inderdaad in oost omdat uh, de gemeente Voorne aan Zee heet dat dan. Er zit nog Brielen en Hellevoetsluis erbij. Altijd van die fusiegemeentes. Echt zonde. Nee, ook zo'n zo dingetje, nee, zo dingetje weet je wel. Dan kom je weer ergens, dan denk je: hoe heet deze gemeente nou weer? Weer zo'n nieuwe naam. Goed, dat deed dan Voorna aan Zee. Right. En um, ja, die hebben ontzettend veel overlast van, uh, door hangjongeren. En dan denk je: oké, okay, hangjongeren die hangen een beetje op straat en zo. En, uh, ja, maar dat in dit ieder geval. Dorp last van. Daar heeft elk dorp ja. last van. Dat heeft elk dorp last van. Uh, maar kijk, het interessante hier is. Um, of het interessante, het erge hier is. Ten eerste dat dit exemplarisch aan het worden is voor, uh, voor problemen in de satellietsteden. Dus niet zozeer meer de arme wijk van de grote stad, waar je dit soort problematiek met hangjongeren natuurlijk al tientallen jaren hebt. Maar dat, dat, um, dat uh, is aan het overstromen, zeg maar, naar de randgemeentes en naar die satellietsteden, zoals dan uh, hey, uh, oost maar ook, je hebt natuurlijk ook in Permanent voor die grote problemen, Zaanstad en zo, noem maar op. En, dat, en dat, 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 dat waait uit over het hele land eigenlijk. En wat is hier nou het geval? Um, en daar zie je dus hoe globalisering, en daarom vond ik het interessant verhaal, hoe globalisering ook in hele kleine gemeenschappen. Uh, uh, Infiltreert, laat ik het zo zeggen. Want wat is hier gebeurd de afgelopen jaren? Ze hebben dus uh, een groot aantal asielzoekers uh, binnengekregen: statushouders. Waar worden die geplaatst, zoals jij en ik weten? In sociale huurwoningen. Waar zitten die sociale huurwoningen? In zwakke wijken. Nou, daar heb je dus ook zo'n zwakke wijk, daar was ik. Vervolgens, uh, honderden Oekraïners zijn daar gehuisvest. Um, er komt nu nog weer een. Um, uh, nog een opvang voor Oekraïners komt erbij dit jaar. En er gaat eind van deze maand weer een asielschip aanmeren daar vlakbij, bij Hel Helvoetsluis, meen ik. En er moeten dan ook weer 150 asielzoekers opkomen. Um, dat is natuurlijk een kookpot, hè? een, een, een hoge drukpan van potentiële problemen. Want wat zien we daar gebeuren? Dat uh, allochtone kinderen, dus uh, kinderen uit die uh, gezinnen van die status houden, zoals Syriërs en noem maar op, die. Uh, uh, lopen daar rond met messen. Die uh, vallen meisjes lastig. Meisjes durven niet meer alleen op de fiets. Uh, en bij hen... sluiten zich ook autochtone, autochtone jongeren aan. Dus ik sprak daar met één moeder... Uh, die overigens niet al een echte naam in de krant wilde... en dat snap ik ook heel goed... Die vertelde hoe haar zoontje, een puberzoontje, binnen heel korte tijd was ontspoord, omdat hij dus, uh, zich bij zo'n gang had aangesloten. En je kent het wel: daar heerste de mores van de drill-rap en de gangster-rap en zo. En uh, zij vertelde uh, dat die jongen dus totaal niet meer te, te disciplineren was. Was niet meer in de hand te houden, ook niet door de vader. Dat uh, gozentje staat op een gegeven moment tegen haar te brullen: tyfus hoeren, kankerwijf en zo. Uh, op een gegeven moment wil ze hem aanspreken op zijn gedrag. Zegt hij: uh, Hou je bek, want je bent maar een vrouw. Oh. <laughs> Dan weet je ook waar de, waar, waar de invloeden vandaan komen. <laughs> dus toen moest de vader even ingrijpen en zo. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben hem dus uit die, uh, uit die gemeenschap gehaald en weggestuurd naar. Uh, uh, familie in het buitenland en uh, gezegd van... Uh, ga daar maar even een paar jaar zitten. Want um, jij, wij willen jou niet meer in deze omgeving hebben. Je bent uh, gewoon niet meer te handhaven. En die vrouw die zei ook van... eigenlijk willen we gewoon verhuizen. Want het is niet meer te doen. En dan kom je daar in de Oost en je loopt daar over straat. Ja, dan gebeurt natuurlijk niks. Op een doordeweekse dag stil. Weet je wel, al die, al die plekken waar dan die overlast plaatsvindt is al. Ja, daar is dan even niemand. Nee. En zo. Dus je denkt nou... dit klinkt ook heel pittoresk. Ja, heel ja, pittoresk. valt toch allemaal wel mee en zo. Maar als je dan een filmpje ziet, want die zijn er natuurlijk ook van gevechten tussen groepen jongeren en uh, ander soort overlast. Uh, dat ze ook uh, he, bij de B er is dan zo'n zo gro zo groot speelveld, grasveld met een uh, BSO. Daar worden allemaal dingen vernield. Daar zitten kogelgaten in het glas en zo. Weet je, waar wordt gewoon poem geschoten en zo. Ja. En uh, dat je dan hoort dat een jochie van Negen met een enorme zo'n kartonmes uh, rondloopt en zo. Ja. Uh, Hoe nou, komen ze ja, eraan? Nou ja, precies. Hoe komen ze eraan? Ja, al die jongens die hebben dat. En die, die moeder, die liet ook even een filmpje zien... die ze dan op de telefoon van haar kinderen had gevonden. En dat is dan gewoon een, een gangbang van donkere jongens met maskers op... die dan zo'n meisje uh, die seks hebben met zo'n meisje... dat waarschijnlijk niet eens verkracht werd of zo... maar gewoon een gangbang, weet je wel. En daar kijken ze naar. Het, dat is hun wereld. Ja, het, het klinkt zo heel erg in de hoed... wat je bij een meer grote stad verwacht dan bij een dorp als uh, Oostvoorde. Daarom is het zo interessant, omdat het is, is grote stedelijke problematiek... Ja. He, de de, kan het ook de zijn? Wijk, sociale huur, woonbouw, sociaal zwakke mensen, ja. allochtonen, noem maar op. Problem, dat is die problematiek en die, die speelt nu dus over naar de randsteden. Nou, kan het ook zo zijn dat ze in grote steden de expertise in huis hebben bij de lokale overheid, waarmee ze dit soort problemen beter aan kunnen pakken dan in zo'n klein dorp? Dat de, dat de lokale nou, overheid ja. gewoon ook niet bij, bij machten is ja. om dit probleem. Nou ja, bij het bij, bij woord wortel aan te pakken. Ja, ik denk het wel. Kijk, hier is het nog zo. Kijk, de, de interim burgemeester daar is Peter Reenwinkel. Ah, ah dat is een oude bekende. Nou, uit Groningen kwam dus. Oudgediende Oud van de Partij van de Arbeid uit Groningen. Heeft behoorlijk wat uh, uh, missers op zijn naam staan hè, in het verleden. Uh, bij uitstek natuurlijk zo'n P van laten we zeggen, wegkijker. En nou, die hij stond van de legendarische uh, X-rellen. Juist. Ja, Haren. Juist, goed hier je dat nog weet. Project oh. X in Haar heeft totaal fout aangepakt Weet je nog, had hij totaal onderschatten en zo. Toen kwam je enorm in opspraak. Ik heb destijds nog wel te werken voor Elsevier. Een verhaal gemaakt over uh, de wethouderstraditie in Groningen. Die hebben wat van die sterke wethouders gehad. En... Uh, toen was hij daar ook burgemeester? En die, die, die mensen die ik sprak, die vonden hem ook helemaal niks. <laughs> Echt een hele zwakke burgemeester. En die heeft nu, ik zag ze, ik zat even te kijken naar zijn biografie. Die heeft nu de afgelopen jaren... een hele reeks van interim burgemeestersbaantjes. Dus dit is op zijn dit moment zijn expertise. Als er ergens een, een interim burgemeester nodig is, dan gaat ze gaat, zetten. ze hem dan hier een jaartje of zo. En dan um, even op de winkel passen, even op oh, de winkel passen. En dan gaat dekt hij weer verder. En dat zei, die, uh, die, die, die wiebe uh, die ik sprak. Die van BVNL is daar. Uh, ja, BVNL is dat, hè? die partij van Wieben van Hagen. Wieben is trouwens zijn neef. Ook oh, <laughs> weer grappig. Ook een familie, uh, familiepolitiek. Ja, allemaal, allemaal nepotisme. Ja, allemaal nepotisme. Ja, allemaal nepotisme. Ja, ja. nepotisme. En uh, Wieben wordt dan een beetje begeleid door Richard de Moors. <laughs> oh, het ook zo. weer. Dat oh, is ja, wel ja, echt ja. een vaste kliek. Ja, dat had ik even een stuk moeten zetten, maar ja. goed, dat was vergeten. Maar, um, die is dan degene die aan de bel trekt. Maar ja, de, de jongen zegt ook: ik heb nooit de politiek gedaan, joh, wat interesseerde politiek bij. Maar ja, door deze problematiek uh, ben ik ook de politiek in gegaan. En ik ben de enige eigenlijk die hier aan de bel trekt, want mijn collega-politici en zo, die, die zie ik niet, of ze durven niet. En, um, en, pro en het probleem hier natuurlijk is: de burgemeester is uh, verantwoordelijk voor de orde openbare orde. Maar die heeft dus bewust ook geprobeerd om die wiebe uh, een beetje tot de orde, juist tot de orde te roepen. Zo van... Bijvoorbeeld BVNL diende een motie in uh, uh, met het verzoek om te onderzoeken of het mogelijk is om statushouders geen voorrang te verlenen bij de uh, uh, toekenning van sociale huurwoningen. Ja. En toen werd hem dat dus ontraden om die motie überhaupt in te dienen. Hè, vanuit zeg maar, de gevestigde politiek in Zee. Want ja, die reewinkel die denkt natuurlijk, ik zit hier nog een paar maanden, ik wil geen groot stuk in de Telegraaf waarin uh, wordt on ontleed uh, hoe slecht wij er hiervoor staan. Ja. Nou, nou, wat gebeurde? Wat gebeurt er? Wierduk <laughs> er maar in. Ja, hoppakee. een heel groot stuk van het heel heel grasstrekbijen. Happerkreeg in Nederland. Maar dat ja. is ook als je die filmpjes ziet, man. Je denkt dat oh, die kinderen zijn echt ontspoord ah, Maar als jij daar dan rondloopt en je ziet die filmpjes en je spreekt die mensen, uh, wat voor oplossing is daar dan mogelijk in jouw optiek? Nou, handhaving natuurlijk. Uh, uh, dus er zou veel meer. Uh, zichtbaar politie moeten zijn, politie zou moeten uh, kunnen optreden ook. Um, en ik geef ook wel toe, er is voor die jeugd daar natuurlijk ook geen, geen ruk te doen. Ik zeg niet dat ze een jongerencentrum moeten krijgen of zo. Ja, maar dat vind ik ook altijd zo. Dat is altijd van het, het inderdaad softe geklet. Nou, ja, niet alleen softe. Toen ik vroeger klein was. Dat was er in mijn dorp ook niet extreem. Nee. Dus mijn stad was er ook niet heel veel te doen voor jeugd. Je moest gewoon jezelf zien te vermaken. En ja, dus dan je... gingen je hutten bouwen. En dan ja, voetballen. Je en, en, duur nou. en dan maak je ja. hutten. Ja. Ik, ik heb nooit echt begrepen dat mensen, als je gaat vervelen, dat je dan maar per definitie dingen kapot gaat maken toch? Ja. Nee, dat heb ik ook nooit begrepen. En kijk, in principe is dit natuurlijk gewoon zo'n dorp waarvan dat wij, zelfs jij nog op jouw leeftijd, herkennen uit je verleden, de, de, de daar. Dus die zitten op die voetbalclub OVV of zo. Uh, het hele stramien door de week draait om... wanneer zijn die trainingen? Nou, ja. net zoals bij mijn zoontje. Die traint op twee dagen per week op, om zes uur. Daar richt je je dag op in. Uh, uh, deze kinderen ook. En die gaan op de, op de, op de fiets naar het voetballen. Zo. Dus dat, dat is zo'n dorpscultuur, zo'n dorpsgemeenschap. En dan ga je je inderdaad afvragen... waarom is dit nou zo... Um, Gewelddadig geworden, en wat is hier nou zo misgegaan? Ja, want zo'n nieuwe groep bewoners kan daar toch gewoon op aanhaken. Je weet toch, op een maandag speelt de harmonie, op dinsdag is de voetbal, op woensdag is de biljartclub. Dat, dat is toch niet zo ingewikkeld? Ja, maar ik zie het ook bij de club van mijn zoontje. Wat is dus een, eh, dat is dan in Rotterdam, en dat is. Eh, die hele amateurvoetbal in de Randstad is totaal geallochtoniseerd natuurlijk. Hè? Alles draait om uh, uh, vrijwilligers. En die zijn van Marokkaans, Hindoestaans, Turks, alles, Surinaams, alles. Hè? Geweldige mensen ook vaak. Die leiders en die trainers en zo spannen zich enorm in. Weet ja? je, jonge kerels ook vaak. Uh, en al die kids die zijn ook gewoon allochtoon voor een heel groot, groot deel. In die, zeker in die grote steden. En je, ik zie ook wel in de reacties van die jongetjes en zo... Uh, kan ik de emotionaliteit noemen van sommige van die jongetjes? Zie ik heel goed uit wat voor gezinnen en wat voor milieu ze komen. Hè? En dan denk ik af en toe ook wel van ja, er het zou, het zou wel iets ge gecorrigeerd mogen worden in jouw opvoeding. En het gebeurt niet. Ja. Uh, ah, Want het, dat is ook wel heel erg de laissez-faire hoe we tegenwoordig met kinderen omgaan, toch? Uh, ben jij hele streng gehouden? Uh, nou, nee, kijk maar in, in uh, sommige jongens uit sommige groepen, laten we zeggen, vooral de Marokkanen. Je ziet het nu ook bij Ali B. die laten zich niet corrigeren. Die maken ook nooit een fout. Als, als zo'n jongetje in het veld staat en die maakt een enorme fout. en de leider zegt: dat moet je niet doen. Grote bek. Ja. Want die maken geen fouten. Alles wat ze doen is goed. Ja. He? Heb jij de cursus positieve omgangsvormen hier uh, gevolgd? Nee. Nee? Uh, wel? Ja. ja, die heb je verplicht. Is dit punt aan de orde gekomen? <hast> ja. dat in sommige culturen het niet te doen gebruikelijk is dat je gecorrigeerd wordt. Ja. Nou, kijk naar Ali B. Wat, wat is hij aan het doen? Ja, ik volg het niet helemaal. Maar alles wat ik zeg van, zag van wat hij doet, is ontkennen, 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 andere schuldig. Hij heeft niets fouts gedaan. Nee. Hij kan niks fouts doen. Op het moment dat die jongen moet erkennen dat hij iets fouts heeft gedaan, uh, dat hij schuldig is aan iets, stort hij in. Je ziet hem instorten nu. Weet je wel? Dus die cognitieve dissonantie... is ook, denk ik... Voor een, gaat, verder gaat niemand in Nederland dit zeggen, vrees ik. Maar ik zeg het dan maar. Ja, maar zei, goed, nee, maar is waarschijnlijk. Weer een, een canceling aan de talkshow Kom maar door. Dat is ook een cultureel dingetje, natuurlijk. En, um, dus die jongen gaat nooit schuld bekennen. Weet je? Uh, zelfs Tagin gaat nooit schuld bekennen. Bij wijze van spreken. Um, Want ja, dat doe je dus niet. En dat, um, en dat doen die jongens daar in, in, in Oostvoorde... Die komen deels dus ook uit zo'n cultuur, uh, waarin je ook. Um, uh, en die, 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 die kinderen van die statushouders, die worden dan vaak ook nog eens een keer opgevoed met toch een minachting voor de, voor de westerse cultuur, niet islamitische cultuur en zo. Uh, nou, ze komen vaak uit een, uh, uit een geschiedenis van geweld. Dus ja, dan is een mes uh, is al snel getrokken, weet je wel. En dan moet dan zo'n totaal weerloze eigenlijk samenleving van goedwillende Nederlanders, die ook heel erg gefeminiseerd zijn natuurlijk door al die decennia van, nou je kent het wel, die moet daar dan een antwoord op formuleren. Nou, ik geef het je te doen. En dan heb je Peter Reewinkel als burgemeester. Ja, maar die zit <laughs> ja. er nog maar een paar maanden Ja precies, maar dan komt ja. weer een andere Reewinkel voor terug. Of een Bruins of zo, weet je wel, een van dat soort types. Of iemand als Marcouche of zo. Ja. Hè? Die dan gaat zeggen, ja maar waar hebben we het over? Ja. En, en die geeft die, die jongens een moskee. En dan is alles opgelost. Ja, ja, dat, 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 alles op. kunnen, dat zou ja. op zich ook mooi kunnen zijn. Ja, maar je weet hoe dat gaat. Hè. En dat is de staat van Nederland. Hè. En niet alleen van Nederland, van een heel groot deel van, van Europa natuurlijk. Ja, dat dan is een stukje en... globalisering wat je benoemde. Ja, dat is gewoon de globalisering, de open grenzen. En uh, dit is dus in, in, op microniveau. Uh, en, maar het gevolg daarvan politiek. Hebben gezien bij de Europese verkiezingen op macroniveau, wat gaan de mensen stemmen? Die gaan stemmen voor partijen die zeggen die grenzen moeten dicht. En, en het interessante de afgelopen maand is natuurlijk geweest dat in Duitsland dat liedje, hè, die, die, die tune, die, die oorworm, uh, Duitsland in Duitsland, Ausländer raus... dat die in alle lagen van de bevolking is gezongen. En dat dat de, als voor die mensen. Wat, het is heel discutabel. Uh, discutabele tekst, natuurlijk. Nou, dat kan je zeggen inderdaad. Ja, maar het is een soort, opgevat als een soort satirisch protest. Tegen de gevestigde orde. Die enorm is afgestraft in die uh, Europese verkiezingen. Wil je nog dat fragmentje luisteren van het liedje? Uh, ja, ik wil we wel even doen. Ontzettend discutabel. Ja, het dat is dat, discutabel. Is, uh, hieraan is natuurlijk dat het racistisch is. Um, alleen het is ondaan van zijn racistische element. Want het is een satirische benadering. Het is kult de... geworden. Uh, en bij, zelfs de, de blaaskapel op het dorpsplein speelt de, de melodie. Uh, ik zag het laatst ook weer... Ja, ook uh, omdat het een bekende melodie is. Omdat het beke maar iedereen weet nu wat ja. er met de melodie wordt bedoeld. Ja, ja. Dus een soort meme is het geworden. En uh, waar dus zeg maar, de gevestigde orde en vooral links totaal niet mee om kan gaan. Omdat ze... Uh, ze kunnen sowieso niet omgaan met, met kritiek op de, hè, buitenlanders en immigratie. Maar ze kunnen ook niet omgaan met... Uh, de dubbele, dubbele bodem, dubbele lagen. En met humor. Want er zit natuurlijk ook een soort van humor in. Hè? Dat je, nou ja, ja, een soort van. Nee. Ja, het is een satirische benadering. Ja, ja. Je kunt het... Kijk, het goede hieraf, het goede hieraf. Het fascinerende hieraan is, je kunt het dus uh, satirisch opvatten. Maar je kunt het ook... Uh, Naties kunnen het ook gebruiken. En het gewoon gaan brullen, weet je wel. En dan heeft het een heel andere context. op Nou, we gaan meemaken met ek weer Als we dat gaan horen. Nou ja, als je bij de EK, ja, ik denk het niet hoor. Want de EK had natuurlijk een feest. Maar het zou kunnen, ja. En, um, maar dat is dus de grondstemming inmiddels in Europa, weet je. Ja, in Duitsland. Uh, ja, maar ook in Frankrijk natuurlijk. Als ja, Duitsland uh, is wel rechtsafgeslagen. Ja. ja, en ja, dan komt dan misschien iemand van 29 of zo, die ja. Bardella, die wordt misschien premier. Verbaasd is dat dan eigenlijk nog, hè, dat als er in Duitsland zoveel op die AFD wordt gestemd en in Frankrijk zorg op die uh, RN, dat er in Nederland eigenlijk relatief weinig mensen op die uh, rechtse partij hebben gestemd. Ja, omdat de opkomst zo laag was. Maar bij de nationale verkiezingen hebben natuurlijk heel veel mensen op PVV gestemd. En uiteindelijk is Nederland, dat zie je nu toch ook. Hè? Kijk, dat is ook wel weer schitterende aan Nederland om te zien als historicus ook. Iedereen op zijn achterste benen. Oh, vreselijk. PVV krijgt regeringsverantwoordelijkheid en zo. Oh, Marcus over wordt premier en zo. Ja. Uiteindelijk zit er gewoon een kabinet. Zoals al die andere kabinetten met een, met een premier en ministers van coalitiepartijen. coalitiepartij. Uiteindelijk treedt er gewoon een coalitie kabinet aan, waarin de PVV uh, uh, een rol gaat spelen en over vier jaar is de PVV uh, bij verkiezingen de inzet is regeringsbeleid en niet uh, uh, oppositiepolitiek. Als ja, die vier jaar gaan halen. Als ze die vier jaar gaan halen. Maar hoe dan ook, bij de volgende verkiezingen is de PVV niet uh, de oppositiepartij die zich uh, presenteert, maar een regeringspartij die zich. Dat is een totaal andere uh, positie die je dan hebt. En daar moest enorm voor gebeukt worden. En Wilders kon uiteindelijk niet premier worden, wat hij in mijn ogen wel had moeten worden. Maar het is wel gebeurd. En dat is typisch Nederlands. Dus uiteindelijk, uiteindelijk beuken, beuken, beuken. En dan is die paradigma wisselde er. Het duurt heel lang, maar dan is hij er en dan krijg je de situatie zoals nu. Ja, gaan we met z'n allen lekker doorpolderen. En dan gaan we weer doorpolderen. Ja. Ja. Is er nog iets anders wat je tot slot <laughs> nog wil bespreken? He we al, Hebben ding, we alle onderwerpen al behandeld. Uh, nou, we hebben nog niet alle onderwerpen, maar oh. we, we gaan dan wel richting het uur. <laughs> dus <ja, laughs> Oké, okay, ja. Zaken op een gegeven moment ook al. Ja, ja, ja. ja. Dan nee, de, ik voel me heel af... Uh, uh, er is een hele lijst met namen bekend. Ja. De naam van Bruin Bruins die viel mooi op. Ja. Want dat is een man, die komt bij de ChristenUnie vandaan. Ja. Uh, gaat namens NSC het kabinet in. Ja. Maar voordat hij bij de ChristenUnie zat, zat hij ook nog bij de CDA ja dat denk... kan allemaal maar hè? Ja, dat... maar heb je wel, weet je wel dat uh, Dylan is begon bij de SP en die is hey. dan via de VVD is dan nu uh, ja, ja maakt er eigenlijk zijn mensen die allerlei partijen doorlopen de Joost Eerdmans heeft weet je ja, partijen Eerdmans. gehad nee, ja Joost ja, ja. en dan, dan zit hij zich? nog niet in het kabinet ja lullig hè? ja vist weer <laughs> ja vist ja, hij net, weer achter het net ik weet zijn ze niet gevraagd of zo? Ze hebben toch twee zetels? Of heeft hij toch zetels in de kamer? Eén oh, één zetel natuurlijk. Daar ja, ja. nou zit hij waarschijnlijk, ja, dat kan je niet. Nee, dan kan je niet uh, kabinet. ja oh, als dan je, moet je moet dan. Al, al, Manning gaat kabinet in, in Loodsen. Maar. Ja, nou, misschien kan jij. Het is waar niet nodig. Misschien ja. kan jij me even een appje sturen van joh. Hoe, uh, hoe is het gelopen? Waarom zit jij niet in? Al oh, wel, er zijn nog een paar posities vrij. Hè? We hadden het zojuist al over. In het begin Er zijn nog vier uh, staatssecretariaten die uh, te vergeven zijn. Nou, misschien kunnen ze Michiel Hogeveen vragen, die uh, in het Europees parlement zat van jaar en heel goed was. Die is er nu uit. En die zijn nu uit. Ah. Dus uh, misschien kunnen ze hem een belletje geven als een soort van ja. uh, iemand van buiten. Ja, nou, ja. Uh, tot tot, tot allerlaatste slot. Onze ja. eigen columnist Asita Kanko. Die zit weer in het Europees parlement. Asita is heeft een hele heftige campagne gevoerd. Ik, ik heb het een beetje meegemaakt. En uh, enorm hard gewerkt. Al die marktpleintjes, overal opgetreden. En tegelijkertijd ook nog voor een internationaal publiek allemaal filmpjes maken en zo. En zat ook nog. Uh, in veel woorden dan waar ze woont, ook nog, waren ook nog verkiezingen voor het burgemeesterschap, meen ik. Ik begrijp dat nooit zo goed hoe dan nou precies zit. Maar zij zit dus weer in het uh, Europese parlement. Ondanks toch wel grote tegenwerking uh, viel mij op hoor, van alle kanten. Maar ze heeft het gered. En uh, in, ik geloof dat ze in Nederland populairder is dan nog dan in uh, Vlaanderen. Maar... Uh, ja, ze schrijft elke zondag bij ons een uh, column. Ja, dus, uh... hadden wij maar Asita Kanko in onze politiek. was leuk geweest. Helaas, ja. ze zit in België. Ze moet het ja. daarmee doen. Daar moeten ja, zij dus mee doen. Fijn dat België daarmee gezegend is. Ik vind wel over een aantal jaren moeten wij gewoon ook voor, voor, voor Europese verkiezingen... ook voor andere buitenlandse lijsten kunnen stemmen. Dus dan kunnen wij gewoon op Asita stemmen bijvoorbeeld. Dat zou oh. goed zijn. Nou, laat dat dan tot slot een oproep zijn voor een verenigd Europa. Dat uh, we als Nederlanders <laughs> ook kunnen kiezen voor uh, politie uit andere landen. Nou, Europees ik ga nog een oproep, internationale oproep doen. Oh ja, je hebt om, nog een andere lang onder ons? Ja, want ja. we zijn natuurlijk een uur lang uh, de inhoud ingegaan ja. uh, met uh, stug politieke beschouwingen en wereldpolitiek gesproken. <laughs> maar jij zei: ja, ik wil ook mijn muzikale kant. Uh, zeker, tonen. zeker. Want zoals de trouwe luisteraars uh, weten, heb ik af en toe een muziektip. Nou, de beste band ter wereld, in mijn ogen, Spoegwolf, de Afrikaanse band, die een aantal geweldige albums heeft gemaakt de afgelopen jaren. Die hebben een Nieuw album, dames en heren, dat heet Bergen en met een aantal schitterende nummers. En uh, het nummer Slaap is mijn favoriet. En in, op 10 augustus, meen ik, staan ze weer in de Melkweg. Ik was daar vorig jaar. Die hele zaal die ging helemaal op zijn kop. Jij ja, hebt het, ik het zo. Ik heb de tickets al en uh, het bijzondere is dan zie je daar, dus sta je daar dus dus allemaal Zuid-Afrikanen en vooral veel Afrikaaner jeugd ook, dus die zeg maar Nederlands-Afrikaans praten met van die springbok shirtjes en zo van die van de rugby en die hele zaak. Dit, nou, die, die melkweg die stort er nog net niet in. Je moet maar eens kijken op YouTube uh, onder de spoegwolf in de spoegwolf. melkweg, wolf. Ja, echt met het nieuwe album Bergen, sensatie. Ja, ja maar, maar, we gaan Bergen. bergen. Ja. Verrijs, verrijs. Zijn hier het me van en ik sta te dronken ben. Ben. Van al je bijen niet Nou, dankjewel weer uh, deze week, uh, Wiert. Uh, volgende week is denk ik roelde weer. Oh ja? ja? Ik weet niet hoe lang je op vakantie bent. Nou, heel lang volgens mij. Dan zit jij hier nog? Oh ja? Nou, dan zit <laughs> ik volgende week weer. Gezellig. Komt helemaal ja, goed. Uh, bedankt in ieder geval voor deze week. Ja, ik uh... kondig nog even aan. Extra, extra, extra podcast. Met onze collega Rob Hoogland. En zijn uh, uh, Amie de Plum. Zullen we het zo noemen? Zijn schrijversvriend uh, Arthur van Amerongen. Die komen met een nieuw boek. En ik ga zo meteen met hem praten. En die podcast die komt denk ik zaterdag. Uh, online. Oh, een aflevering. Morgen. Juist. Morgen is hun uh, boekpresentatie. Nou. Nou, laten we, dat is een mooie, mooie cliffhanger. Tot zaterdag dan. We verwennen onze luisteraars wel, hè? Nou, Dat is ongekend. Ja, dat allemaal voor niks. Wil je ons toch belonen? Je kan altijd een abonnement afsluiten op telegraaf.nl. Wow. Oh, okay. Even dat bruggetje maken. Goed zo. Heel even die mensen binnenhalen. En sowieso weer op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Kijk op telegraaf.nl. <laughs> Download de app, ja. ook de krant in de kiosk. En dan zijn wij de volgende week. weer. Zeker.